Zo, welkom allemaal weer bij een nieuwe HP Customs video. We gaan eindelijk weer eens een keer wat anders doen dan de boot. En wat gaan we doen? Nou ja, ik heb het hier al een klein beetje uitgestald. En ik had er natuurlijk ook al een paar keer een klein teasertje over gegeven. Wat gaan we maken? Nou ja, we gaan maken deze buggy. En ik gooi hem even hier even. Ja, daar of daar of hier. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, ik ga niet precies die buggy maken, maar ik ben al geïnspireerd. Wat ik eigenlijk wil gaan maken is, laten we zeggen, een kart. Dus zoals het autootje die aan de muur hangt. Alleen dan full suspension. En dan uiteraard elektrisch aangedreven met weer een QS 138 motor. Ja, dus dat betekent dat je een, dezelfde motor als de Derby hebt. En daar kan nog een veel zwaardere controller tegenaan. En dan zit je ongeveer op een 45 tot 50 pk wat je eruit kan gaan trekken. Nou ja, natuurlijk op een, laten we zeggen, een hele kleine buggy-achtige kart is dat natuurlijk helemaal gestoord. Nou, om die full suspension te halen had ik natuurlijk kunnen kiezen voor een starre achteras. Die dan, laten we zeggen, alle kanten op kan bewegen. Maar ik vond het eigenlijk leuker om eens een keer te gaan werken met cv-assen, zeg maar. En dat heeft er puur mee te maken. Ik heb daar geen ervaring mee. En zoals ik al eerder in video's gezegd heb, wil ik mijn eigen zien te triggeren om dingen te doen die ik dus lastig vind. Om daar een klein beetje op in te haken, heb ik bepaalde dingetjes dan toch wel weer zo besteld om het net iets minder lastig te maken. Ja, om even uit te leggen, we hebben hier ook natuurlijk twee assen leggen. Een as links en een as rechts. En dit is van een PGO buggy. Die PGO buggy's die hebben hier ook een soort spline. En dat motorblok wat erop zit, er zit eigenlijk gelijk een soort versnellingsbak aan vast. Het is natuurlijk een variomatic, maar in die versnellingsbak zit dan gelijk vooruit, achteruit. En ja, dat komt natuurlijk met een bepaalde as komt dat eruit en daar zit die spline op. Nou ja, omdat ik daar niks mee kan, wil ik dat anders gaan maken. Dus daarom heb ik hier deze strip 120 bij 12 bij de IJzershop vandaan leggen. Ik ga eigenlijk op deze as, ik zal er even eentje in aftrekken. Zo, vieze bende. Kijk, ik ga eigenlijk hier gewoon dat asend, hoe noem je dit? Deze pot. Ga ik hier afslijpen en dan ga ik hier aan de onderkant ga ik dus een ronde flens aanlassen. Ja, en aan die ronde flens komt dan gelijk weer aan de ene kant de remschijf te zitten. En aan de andere kant komt dan gelijk het tandwiel te zitten. Nou, dan ga ik in de midden. Ik stop het even terug. In de midden komt natuurlijk gewoon een heel kort, asje waarmee die op het frame komt te zitten. Daarvoor heb ik deze twee lagers besteld bij de IJzershop. Een lagertje 25 mm, ik geloof 47 buitenwerks. En ik heb toch online even een as kunnen vinden waar gelijk spiebanen in zaten. Die komen bij Techniek Webshop vandaan geloof ik weet het heel niet. Twee tientjes voor een asje. Maar dit is gelijk dus met spiebanen en die passing van 25H7. Dus ja, daar past die lagers met een perspassing overheen. Dat is natuurlijk wel lekker. En op zo'n manier kan ik het hele zoortje straks aan elkaar gaan koppelen. En als ik op een gegeven moment deze breedte weet, weet ik automatisch ook de spoorbreedte van de hele buggy. En dan gaan we daar eigenlijk de voorkant ook op aanpassen. Dus ik ga hier ook even cirkeltjes vastsnijden. En dan gaan we heel gauw eens even lekker wat doen. Ik heb er zin in.
Zo, ik heb even een stukje vooruit zitten werken. We hebben hier ook die oude, nou ja, laten we zeggen, ja, hoe noem je dit? Die potten, hè? Daar heb ik het bovenste stukje afgeslepen. Ik ga even bij je pakken, kijk. Dat was dat stukje met die splijn, zeg maar. Dat zat hier vroeger op. Dit is keikogelhard. Dus ik heb dat met slijptol afgeslepen. Ten even vlak gedraaid. Dan heb ik hier deze schijven. Heb ik dit eigenlijk aangedraaid. En nou kan ik dit zo straks gaan lassen. Dus het zit precies vlak. Met deze scooters ook. Als ik mijn huiswerk goed gedaan heb. Ja, het zit aardig vlak. Het enige wat ik even moet doen is hier al een goede laskant aanhalen. Maar wat ik al zeg, omdat dit zo vreselijk hard is. Doe ik dat gewoon eventjes op de schuurband. Trek ik hem even langs de schuurband. Ik krijg natuurlijk hier een hele mooie lasnaad. En kijk, ik kan het zo meteen dus zo. Even goed kijken zeggen. Deze kan ik vlak op tafel leggen zo. Dan kan ik deze er zo meteen vlak inzetten. Kan ik dit hele zooitje opspannen. Kan ik hem hier rondom even goed hechten met TIG. Draai ik hem om. Dan las ik de andere kant helemaal vol. En dan kan ik daarna deze kant helemaal vol lassen. En dan spannen we weer in de draaibank. Om deze buitencirkel weer helemaal goed rond te gaan maken. Dus daar ga ik snel aan beginnen. Zo, ik heb even een klein beetje vooruit gewerkt. Jullie hebben al gezien dat ik hier ook die lassen eromheen gelegd heb. En ik heb hier de achterkant vast heel eventjes vlak gedraaid. Ja, en vast even de kanten een beetje mooi gemaakt. Dus die staan nu klaar. En als je dit ook hoort, hè. Je kan horen dat ze weer lekker zuiver zijn. Dus dat betekent dat ze goed gelast zijn. Dit materiaal is natuurlijk gehard. Dus dat is best wel lastig om te lassen eigenlijk, hè. Dus ik heb dan ook bewust hier eerst die onderkant helemaal lekker vol gelast. Dan laat ik hem heel even staan, dan kan die warmte een beetje doortrekken. En dan las je die rondom en dat doe je dan met TIG, zodat het net even wat langere tijd heeft om goed warm te worden. En dan laat je ze rustig afkoelen. En dan wordt het materiaal ook niet te hard om te draaien. En dan komt dat eigenlijk hartstikke goed. Dus dat is het voor dat. Nou heb ik hier natuurlijk nog twee, het is een beetje weer een bende. Hier nog twee ringen en ik heb hier deze bus staan. Deze bus die ga ik even in tweeën slijpen. Ik zal even de camera neerzetten, zo. Want die bus die gaat natuurlijk over deze, hoe zeg je dat, spierbaan heen komen te staan. Ik heb besloten om deze as gewoon de lengte te houden zoals die is. Want ja, waarom niet? Dus dan heb ik aan weerskant heb ik een mooie spierbaan. En ik heb hier aan de kopkant heb ik een gat waar ik een M10 bout in kan zetten. Om het hele zooitje te gaan koppelen. Nou, wat ik dan nog moet gaan doen is, ik wil dus deze even doorhalen en vlak draaien. En dan krijg ik natuurlijk op één schijf krijg ik een tandwiel te zitten. En op het andere schijf krijg ik de remschijf te zitten. Nou ja, die navenmaten zijn natuurlijk helemaal anders. En ik heb heel lang zitten denken van, hoe moet ik dat nou gaan doen? Wat ik eigenlijk wil gaan doen is, laten we zeggen, of de remschijf of de tandwiel te gaan sandwichen. Tussen deze twee schijven. Dit gaat natuurlijk straks, laten we zeggen, op elkaar gebouwd worden. En daartussen wil ik eigenlijk gewoon een tandwiel maken. Dus dan kan ik natuurlijk heel mooi, laten we zeggen, dit gat kan ik hier ook als verdieping in gaan draaien. Met de halve dikte van een tandwiel. En dat doe ik aan deze kant ook weer. En zo centreert natuurlijk alles zich heel mooi op elkaar. En dan kan ik via de binnenkant van deze, kan ik daar dus een bout op indraaien. En op zo'n manier zit eigenlijk alles vast. Dus in eerste instantie deze doorslijpen, daar aanlassen en het hele zooitje vlak draaien.
Oké, ik heb even een tijdje zitten rommelen. Net was jullie misschien wel opgevallen, maar ik heb deze schijven overnieuw gesneden. Ik had natuurlijk deze met die grote gaten erin. Maar ik dacht later, ja, als ik deze natuurlijk met een dicht gat hou, dan kan ik, laten we zeggen, hier zo in, straks die inbusbout gaan doen. Nou, deze schijf moet natuurlijk aan elkaar gebouwd gaan worden. En dan moet het tandwiel tussen komen. Dus ik denk, joh, ik draai een nok aan hem. En ik draai een nok aan hem. Kijk, en als ik nu het hele zootje opstapel, dan centreert zich dat heel erg mooi. En heb ik hier aan de binnenkant heb ik gelijk een gat om ja, het hele zootje te borgen op de as. En ook op die plek heb ik geen last met de soort lagen die in die koppeling zitten. Dus dat gaat ook helemaal goed. Het enige wat ik nu moet doen is hier 4 gaten in gaan boren. Nou, zoals je ziet, deze gaten die komen niet zo lekker uit, want dan boor ik in hem. Dus wat ik ga doen, ik ga dit even gewoon aftekenen zo. Dus ik heb eigenlijk gewoon een stift. Nou, gewoon eventjes deze lijn er zo opzetten. En dan weet ik zo meteen in welke offset dat ik die gaatjes kan gaan boren. Nou, dan boor ik, laten we zeggen, eerst in het tandwiel die gaatjes. Dan draai ik hem om. Dan kan ik natuurlijk door het tandwiel heen, kan ik daarin gaatjes boren. En dan boor ik weer terug naar de andere kant. En dan op zo'n manier kan ik het hele zootje vastbouten. En dan heb ik één kant klaar. En dan heb ik nog een hele kant te gaan. Ik ben hier denk ik 3 uur mee bezig geweest. Maar ja, het is wel echt leuk met de nieuwe draaibank. Dus ik, ja, dan duurt het maar wat langer en dan hebben we maar wat minder content. Maar ik ben wel echt lekker weer een beetje aan het leren. Dus ik heb het echt goed naar mijn zin. Ik vind het leuk. Ik vind het echt leuk. Ik heb van de week nog even een avondje doorgerommeld om de andere kant te maken. Want ja, die ene kant hebben jullie natuurlijk gezien, die heb ik helemaal gefilmd. En die andere kant is natuurlijk exact hetzelfde. Ik denk, ja, dat ga ik niet nog een keer allemaal filmen. Dus dat heb ik niet gedaan. En ik heb hier even een stukje resultaat liggen, al dacht ik het zelf. Hè, zoals je ziet, deze hadden we op beeld gemaakt. Hè? M10 boutjes erheen. Die zitten in deze flens getapt. En nog eens een keer een borgmoer erachter met een ringetje. Nou, zoals ik al zei, hebben we hier aan de kopkant hebben we die M10 bout zitten, die inbusbout. En daarmee zit het hele zootje geborgd. Nou, andere kant idem dito, alleen dan met de schijfrem. Dus ja, dat past allemaal. En dit is, ja, laten we zeggen, een passing kan hem er net overheen tikken. Dus dat is gewoon lekker strak. Nou is het zo dat deze lagers, die moet ik eigenlijk persen over de as. Nou, ik heb hier ook een stuk massief aluminium liggen. Kijk, dat gaat die worden. Dus die ga ik zo meteen draaien. Wat ik nu doe, ik ga deze as ga ik eruit halen en die ga ik binnen in de vriezer leggen. Nou, daar kan ik natuurlijk zo meteen voor zorgen dat deze lagers, laten we zeggen, handwarm zijn. Dan kan ik ze natuurlijk even een poosje op de kachel leggen. En dat is hetzelfde met dit blok aluminium. Daar moet ik flens aan gaan lassen, dus die wordt al best wel warm. En dan kan ik hopelijk aan het einde van de avond deze as door de lagers heen in één keer helemaal afassembleren, zeg maar. En dan heb ik dit onderdeel klaar. En als dat onderdeel klaar is, is het ook gelijk het einde van de video. Want ik moet volgende week weer aan een ander project gaan beginnen. Dat is voor barbecuebrommen. Dus dat wordt ook wel weer leuk. Maar daar vertel ik volgende week weer het een en ander over. Ik ga in ieder geval dit nu allemaal zover voorbereiden. En dan hoop ik, als ik zo meteen terugkom bij jullie, dat dus inderdaad alles gedraaid is. En dat ook in één keer die as zo door de lagers heen zakt. Zou erg leuk zijn. Als dat niet het geval is, ja, dan komt het wel eens spannend worden. Want dan weet ik ook nog niet precies hoe ik dat op moet lossen.
Maar dat gaan we doen. Zoals ik al zei, ik ga natuurlijk volgende week aan een ander project beginnen. En dan is het ja, toch niet handig om dit niet helemaal af te maken. Dus het is ondertussen laat. Het is al over 10. Maar ja, het moet maar even. Hij is ondertussen gelast. Die laat ik heel even afkoelen. Die is nou zo warm dat ik hem niet eens beet kan pakken. Dus ik moet dan heel even die gaatjes opschonen. Dat blijft toch altijd lastig hè, met het plasma snijden. Die gaten zijn eigenlijk nooit helemaal netjes rond. Nou, ik dacht wel van ik maak gewoon even ronde flenzen. Die kan ik straks goed opsluiten in het frame. Want er komt natuurlijk aardige kracht op. Dus, nou ja, wat ik al zei. Die lagertjes komen erin. De as die ligt binnen in de vriezer ondertussen al. Denk 2 uurtjes. Dus die zal aardig op temperatuur zijn, denk ik. Dus ja, het is zometeen het idee dat ik eerst hier de lagers netjes intik. En dan zit het allemaal op zijn plek. En dan kan ik, als het goed is, als die as koud genoeg is... Kan ik hem in één keer door alle lagers heen laten zakken. Dan zakt hij op zijn zegeringetje. Kan ik hem aan de andere kant borgen met zijn zegering. En dan is hij eigenlijk klaar om te gaan. En dan kan ik natuurlijk ja, deze links rechts er gewoon overheen schuiven over het spiebaantje. Dus dat is het plan. Ik laat hem even afkoelen. As erin. En bif baf bof. Weekend houden. Lekker man.
We hebben een winnaar. Hij zit. Kijk, het ijs staat er nog dik op. Oh, dit is vet. Hier ben ik blij mee. Dat lukt, joh. Wat gaaf. Yes, yes, yes. Hebben de keep. Nou, ik hou de spier er nog even uit. Dat voegt toch niks toe. Maar voor het plaatje zet ik deze er even op. En daar hebben we hem dan, hè? Kijk eens even. Ik vind het zo gaaf. Ik heb hier natuurlijk niet veel ervaring mee. Dus als dat dan zo uitpakt, ben ik heel blij. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik de afstand tussen het tandwiel en straks het frame nog wel even een spannend dingetje vind. En ook ten opzichte van het lager. Maar ja, dat zal de tijd gaan leren. Maar voor nu ben ik dik tevreden. Nou, wat ik al zei, het is ondertussen hartstikke laat, dus ik ga hem ook wel gelijk afronden. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Laat hieronder even weten wat jullie van mijn prestaties vinden, want ik ben heel trots. Misschien zeggen jullie wel, joh, je hebt dit verkeerd gedaan, dat verkeerd gedaan. Geen idee, dit is zoals ik het heb kunnen verzinnen. En ik ben er heel trots op. Dus iedereen, voor wat er nog van over is, een heel goed weekend. En tot volgende week weer. Later.